Goedenavond. Welkom op deze zonnige zomerse dag. Bij mij staan alle ramen open, dus er zijn wat Amsterdamse bijgeluiden bij. Tweede huishoudelijke mededeling. Ik zit niet op mijn eigen computer, maar op een andermans computer. En ik ga hopen dat het allemaal goed gaat. Maar dat zal wel lukken. Welkom bij dit webinar nummer 19. Gaat over gewrichtsklachten. Dus we gaan het hebben over wat is een gewricht en hoe ontstaan de klachten en wat kunnen we er met z'n allen aan doen. Laat ik eerst even mijzelf voorstellen. Mijn naam is Robert Muts, directeur van het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam en directeur van de opleiding voor osteopathie in Amsterdam en de Academie voor Mesologie. Moderator. Ik ga even uitleggen wat het betekent. Moderator is Jeroen de Blok. Jeroen is osteopaat, docent bij ons aan de opleidingen met in anatomie, fysiologie en osteopathie in het viscerale bereik. En dat betekent organen. Welkom Jeroen. En dank. En waarom de moderator? Het is een webinar en dat betekent dat we dus niet iedereen kunnen zien. Dat zal ook niet lukken met zoveel inschrijvingen. Vragen kunnen gesteld worden, dat staat hieronder, via de chat. De chat vind je door bovenaan je scherm of helemaal onderaan, afhankelijk van je computer een beetje, met de muis te gaan en dan vind je een zwarte balk. Bij de zwarte balk zijn allemaal icoontjes en helemaal rechts staan drie puntjes. Als je daarop klikt, kom je bij de eerste die dan verschijnt, dat is de chat. En in de chat kunnen vragen gesteld worden. Nou, zoveel mogelijk zal Jeroen al proberen om vragen die in de chat gesteld worden, al te beantwoorden voor zover mogelijk. Mocht het zo zijn dat de vraag over onduidelijkheid in de presentatie gaat, dan breekt Jeroen even in dit verhaal en dan onderbreken we het en dan gaan we op de vraag in. Daarbij gezegd, we schetsen de complementair geneeskundige aspecten, dus we kijken met een iets andere bril dan wat regulier doet. En wij kunnen natuurlijk alleen maar algemene uitspraken doen. Voor elk individu kan weer wat anders gelden. Dat is natuurlijk ook logisch in dit geval. Nou, hier komt een opbouw over een gewricht. Dit is een computerspelletje wat ik ooit eens gemaakt heb. Dit is een gewricht. Maar een gewricht is een functionele eenheid. Een gewricht is niet zomaar een dingetje wat we in ons lijf hebben. Een gewricht bestaat uit bot en altijd twee. Anders kan je geen connectie maken, geen gewricht maken. In het gewricht zit kraakbeen. Om het gewricht, om het bij elkaar te houden, zit kapsel. Daaromheen zitten nog een aantal ligamenten om de boel nog beter bij elkaar te houden. Dat is allemaal prachtig ontstaan in ons lijf. Er zitten spieren, anders kan je het gewricht niet bewegen. Er zitten vliezen omheen, die noemen we met een mooi woord fasciën. Er loopt bloed in. Er zitten zenuwen bij. Dat betekent, een gewricht is niet zomaar een los dingetje. Nee, het is een functionele eenheid. En dat betekent eigenlijk, een gewricht zit altijd in een keten. Een gewricht is niet een losstaand ding. Nee, een gewricht zit altijd in de keten waar die toe behoort. Dus een enkel gewricht hoort bij je onderbeen, hoort bij je bovenbeen, maar hoort zelfs bij je wervelkolom. Hoort zelfs bij je buik. Dus een gewricht kunnen we niet geïsoleerd zien. Hoe graag we dat ook zouden willen en hoe gespecialiseerd we ook zijn tegenwoordig, want je hebt specialisten voor gewrichten. Het is altijd de eenheid van het geheel van wie wij zijn als mens. En nou probeer ik te klikken naar de volgende dia, maar dat wil die even niet doen, omdat er iets opduikt in mijn systeem. Ja, daar gaat hij. We gaan even kijken naar hoe is een gewricht nu opgebouwd.
Zoals gezegd al, hè, bestaat uit bot, kraakbeen, kapsel, synovia, dat is gewrichtssmeer, spieren met pezen. Soms zit er een beurza bij, dat is een slijmbeurs om wat dingen te ontwikkelen. Nou, we gaan eens kijken naar de bouw en samenstelling van bot. We gaan eens kijken van hoe maak je nu kraakbeen, hoe breek je het af. Waarvoor dient kapsel? Waarvoor dient synovia, het gewrichtssmeer, laat ik maar zeggen de olie van een gewricht. Wat doe je met spieren en pezen? Wat hebben die daarmee te maken? Want sommige aandoeningen gaan daar namelijk over. En wat doet een beurza bij een gewricht? Dan moeten we het ook hebben uiteraard over gewrichten en klachten. Dus hier heb ik een rijtje neergezet. Waar gaan we het over hebben? Bij botten, wat kan je daarmee krijgen? Fracturen, een botbreuk, daar gaan we het heel kort over hebben. Osteoporose, dat is een heel populair mag ik niet zeggen, maar wel een hot item in de hele samenleving. Osteoporose, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Kraakbeen, als je dat verliest, tussen aanhalingstekens, spreek je over artrose. De volksmond spreekt dan over slijtage. We gaan het hebben over arthralgie, wat betekent dat? Chondropathie, wat betekent dat? Bij kapsels praten we over artritis, dus de ontsteking van het verhaal, of capsulitis, weer een andere naam. Synovia gaan we het over hebben. Spieren en pezen gaan we het over hebben en de aandoeningen die erbij horen. En een klein beetje over de beurza. Maar ik zeg er ook bij, alle namen die wij in de geneeskunde erover gegeven hebben, ze zeggen niet zo gek veel. Als ik praat over, hè, bij nummer 2 zie je de tweede term staan, artralgia. Nou, algia betekent pijn. Artros betekent gewricht. Dus wat zegt deze naam? Je hebt pijn in het gewricht. Sorry, hij zegt me eigenlijk helemaal niks. Nou, ik heb een vergelijking gemaakt en hij is misschien een beetje flauw, maar de vergelijking zegt wel iets. De vergelijking die ik neerzet is, op de Leidse straat is iemand verwond. Dat kan een ANP-bericht zijn of een bericht in de krant. Dat zegt me nog helemaal niks. Want wat is er gebeurd? Is die verwond met een mes? Is die neergeschoten? Is die neergeslagen? Heeft hij zichzelf geprikt met een tandenstoker? Is hij gevallen? Dus het zegt me nog niet zo gek veel. Het zegt me niks over oorzakelijkheden. Is het opzet? Is het een ongeluk? Is het dommigheid? Wat ging er aan vooraf? Wat zit er allemaal achter? Dus de naam van een aandoening zegt niet zo gek veel. Artralgia, wat we net gezien hebben, zegt alleen maar, je hebt pijn in je gewricht. We gaan het straks zien bij fibromyalgie. Dat wil alleen maar zeggen, in het Latijn keurig netjes vertaald, u heeft pijn in de spieren. Dat is het enige wat het zegt. Maar de naam aan zich is geen aandoening. De naam aan zich zegt me dus niks over wat zijn de oorzakelijkheden. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Dus namen, nou ja, ik heb er wat moeite mee, ze zeggen niet zo gek veel. Nou, laten we beginnen bij het begin nummer 1, bot. Bot praten we over fracturen, osteoporose, osteopenie. Dat is ook een mooie naam, een osteopenie zegt ook alleen maar, goh, er is wat met het bot aan de hand. Verder zegt het nog helemaal niks. Moeten we even dus gaan kijken naar, wat is bot? Dan moeten we dus gaan kijken naar de samenstelling van bot. Nou, wat wij in ons lijf hebben is bijna alleen maar spongieus bot. Oftewel bot wat functioneert, en de naam zegt het goed hoor, als een soort spons. Bot zelf lijkt enorm compact, maar dat is het niet. Als ik iemand van 70 kilo neem, dan weegt het bot van iemand van 70 kilo, alle botten bij elkaar, wegen maar 10 kilo. Dus botten zelf
die hebben niet zo ongelooflijk veel inhoud. Het is maar een klein stukje van ons mens zijn. Daar zit heel veel water in, daar zitten kalkzouten in, daar zit collageen in als vezels, daar zit vooral water in. Dus als ooit eens iemand zegt, ik heb zware botten, dat is redelijk flauwekul. Want zware botten, nou, als je iemand van 70 kilo neemt en die heeft 10 kilo aan botgewicht, nou, laat het zwaar worden, dan wordt het 11, misschien wel 12, dat is 2 kilo. Dus iemand met overgewicht kan nooit praten over zware botten. Dat is dus inderdaad een gezonde flauwekul. Maar het gaat wel over kalkzouten en het gaat over vezels. Hoe maak je bot? Want alles in je lichaam wordt altijd opnieuw gemaakt. Een kind maakt natuurlijk zaken in de groei, dat snap ik. Maar daarna blijf je continu maar bezig met opnieuw zaken maken. Ook je bot. Bot gaat wel heel langzaam. Maar elk bot in je lijf leeft 7 jaar. Dat is maximum. Dat betekent, elke 7 jaar heb je een nieuw skelet. Elke 7 jaar heb je alle botten in je lijf vernieuwd. Dat doe je natuurlijk niet in 1 keer, maar dat doe je elke dag een stukje. Daarvoor heb je nodig een aanvoer. Een aanvoer van kalk, dat kennen we allemaal. Zeker wij Nederlanders zijn heel beroemd met kalk. Zouten heb je nodig, want kalk moet gebonden zijn aan zouten. Ik heb de naam erboven gezet, dat is een beetje een ingewikkelde naam. Kalkzouten heten in bot hydroxyapatiet. Dat is de typische zoutneerslag van bepaalde zaken in... Ik zit op een andere computer, dan gaat het wel fout. Een beetje bang voor. Hydroxyapatiet is de chemische naam van botzout. Dat hydroxyapatiet, dat betekent wel zeker dat je kalk binnen moet krijgen. Dat is zeker een waarheid. Maar dat kalk is niet alleen maar. Het is kalk en magnesium en zink en selenium om een paar zaken erbij te halen. En niet vergeten, wat redelijk populair is in onze huidige tijd, vitamine D. Nou, waarom is vitamine D zo populair op dit moment? Omdat we eigenlijk stomweg vastgesteld hebben, we komen te weinig buiten. En als we buiten komen, dat doen we nog wel eens, dan komen we buiten met 2 handen en 1 hoofd. Qua huid. De rest is bedekt. Dus het is bijna logisch dat we een vitamine D tekort opbouwen, want vitamine D... Ik heb er ooit eens een webinar over gegeven. Vitamine D maak je vooral uit zonlicht. Daarnaast krijg je het van vis en paddenstoelen en andere dingen. Maar vooral uit zonlicht. Als je je lijf niet blootstelt aan zonlicht, en dat bedoel ik niet bakken in de zon op Zandvoort, maar gewoon het dagelijks contact met zonlicht, krijg je langzaam maar zeker een vitamine D tekort. Nou, ons leven speelt zich vooral af binnen. Het is raar, maar het is waar. Zo gebeurt het een beetje. Maar kalk en zouten is maar 1 ding. Vitamine D is een ander ding. Je hebt ook eiwitten nodig. Je hebt vloeistoffen nodig. Om de eiwitten en de vloeistoffen aan elkaar te binden, heb je vooral vitamine C nodig. Hele belangrijke vitamine voor botten. Wordt nogal vaak vergeten. Dus er is nogal wat meer nodig voor dat hele botopbouw gebeuren. Nou, laten we eens kijken naar een paar aandoeningen van botten. Ik begin even met fracturen. Fractuur is een moeilijk woord voor beenbreuk. Nou, als je je been gebroken hebt, moet je niet gek veel doen, tenzij die eruit zit, zoals deze foto's een beetje laten zien, zijn röntgenfoto's. Als botten naast elkaar staan, dan moet je ze zetten. En dan moet je daar gips omheen gooien. Als dat zetten niet gaat, moet je er een pin in zetten. Of een heleboel pinnen, zoals in de onder staat. Nou, dat zijn hele ingewikkelde operaties. Ik ben blij dat we orthopeden hebben die dat fantastisch kunnen. Wat moet je eraan doen? Niks. Tijd
nemen. Elke botbreuk geneest zo'n beetje in een week of 6. Nou, sommige 8 weken, sommige 10 weken, sommige doen het iets sneller, maar in het algemeen 6 weken. Die tijd heb je stomweg nodig voor een botbreuk. Maar het leuke wel is wel, elke botbreuk genees je zelf. Daar heb je geen pil van nodig, heb je helemaal niks van nodig, kan het lijf helemaal zelf. Waarom? Omdat je die kalkzouten, die eiwitten, die vezels, etc. allemaal zelf kan maken. Er zit natuurlijk wel een voorwaarde aan, want er moet voldoende kalk aanwezig zijn. Nou, kalk bestaat niet alleen, ik zei het net al een beetje. Kalk is afhankelijk van magnesium. Ik zeg wel eens, magnesium is het transportwagentje van kalk. Dus als er geen magnesium aanwezig is, mag er wel kalk zijn, maar het komt niet op de plek waar het zijn moet. Je hebt vitamine D nodig om het kalk in het bot in te bouwen. Je hebt zink nodig, je hebt vitamine B12 nodig. Nou, ik kan nog een heel tijdje doorgaan. Ik heb het maar in een beperkt rijtje neergezet. Dus het is niet alleen maar kalk. Werken je nieren goed genoeg? Want die zorgen voor je kalkhuishouding. Kan dat wel de cel in dit geval de botcel? Werkt dat allemaal wel afdoende? Nou, als we het er toch over hebben, dan gaan we over een befaamd modern, nou modern is al 60 jaar modern, systeem hebben, dat heet botontkalking. Ik ga het een beetje misschien te zwart-wit zeggen, botontkalking bestaat niet. Die is te sterk gezegd, dat zeg ik er eerlijk bij, maar de normale botontkalking, wat wij noemen, die bestaat. Er is veel aan de hand met bot, dat mag zo zijn, maar de echte botontkalking is een forse ziekte. En als je die hebt, dan lig je in het ziekenhuis en dan stort je je wervels in. Dat kan, dat gebeurt ook wel. Maar de meeste osteoporose waar we over praten, is niet een botontkalking. Ik ga het uitleggen. Wat is botontkalking? Bot bestaat uit kalk, vezels en water. Ik ga een proefje doen en ik ga iedereen uitnodigen, doe dat proefje met mij na. Ik heb het een aantal keer gedaan en het blijft humoristisch om het te doen. Eet eens een keer een kippetje en spaar het botje. Neem een kippenpootje en spaar het gezellige botje van een kipje. Leg het even apart. En gooi dat botje stomweg in de azijn. Laat dat 6 maanden staan. Wat doet azijn? Elke huisvrouw weet dat. Dat ontkalkt. Als je nu dat botje 6 maanden in de azijn laat liggen, dan is alle kalk eruit. Dus je legt een botje in het azijn en wat zie je daarna? Dat botje is een gummiknuppel geworden. Dat botje kan je buigen, dat botje kan je alles mee doen, maar je kan het niet breken. Dus botontkalking betekent eigenlijk dat het bot buigzaam wordt. Dat is niet de bedoeling, hè? Want we moeten geen hele buigzame botten krijgen, want dan vallen we in elkaar. Maar de echte botontkalking is niet dat je hem breekt. Integendeel, een botontkalking maakt hem sterker buigzaam en dan kan die niet meer breken. Oké, dat is fase 1. Dat is een stom, simpel proefje. Een ander proefje is als je de vezels oplost, oftewel de eiwitten. Nou, hoe doe je dat? Je legt het bot in loog, dat is heel natuurkundig, of je houdt het onder een vlam, dan verbrandt het spul. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je een soort krijt. Dat is breekbaar. Dus de grap is nu juist precies het tegenovergestelde van wat wij denken. Bij osteoporose, waarbij het bot heel snel breekt, is er wat aan de hand met de vezels, niet met de kalk. En er is wat aan de hand met de vezels, waardoor de buigzaamheid weg is en krak, je breekt hem. Maar het is niet de ontkalking. Dus de volksmondnaam, die klopt niet.
Als je de vezels eruit haalt, dan wordt het bot hartstikke breekbaar. Als je kalk eruit haalt, blijft het bot buigzaam. Dus het woordje botontkalking, en dat is voor ons Nederlanders met melkdrinkers nogal lastig, want we hebben allemaal geleerd dat melk zo goed is voor je en voor de kalk is, en dat we aan alle voedingsstoffen in de supermarkt kalk toevoegen, want het is zo belangrijk. Nee, daar gaat het nou net niet om. Kalk zit voldoende in drinkwater, maak je geen zorgen. Kalk zit voldoende in noten, in groenten. Die krijg je echt wel genoeg binnen. Ik maak wel eens het grapje. Als er zoveel kalk in melk zit, hoe komt die koe er dan aan? Die haalt het ook niet uit de lucht. Die vreet ook geen krijtjes. De koe eet gras. Groene groenten bevatten voldoende kalk. Je hoeft geen melk te drinken om kalk binnen te krijgen. Integendeel. Je moet groenten eten om kalk binnen te krijgen. Die kalk kan je goed opnemen. Die van de koe, niet zo goed. Die is ook bedoeld voor zijn eigen kalveren. Oftewel, er bestaan veel fabels over botontkalking. Het heeft in elk geval niet te maken met kalk. Het heeft ook niet te maken met oestrogeen. Dat is ook zo'n lekker fabeltje. Het heeft in mijn optiek ook niet te maken met vitamine D. Maar het heeft wel te maken met elasticiteitsverlies. En dat gaat om vetopname. Eten wij wel voldoende gezonde vetten? Kijk naar mijn wijsvinger. Gezonde vetten. Dus ik praat niet over chips en de halve supermarkt. Ik praat ook niet over McDonald's en over allerlei fastfoodketens. Maar ik praat wel over de gezonde vetten die ik op een rijtje gezet heb als vis en groenten, et cetera. Daar zit allemaal voldoende vet in. Hebben wij voldoende C binnen? Vitamine C. En vitamine C krijg je uit vers fruit. Die krijg je niet uit de smoothie. Dan vitamine C is vervliegbaar. Dus du moment dat je een sapje bestelt, is de vitamine C er al uit. Vitamine C krijg je uit vers fruit. Vitamine D krijg je uit, nou hebben we het al gehad, hè, zonlicht. En uit een beetje vis en uit een paar paddenstoelen. Functioneert leven goed genoeg? En hoe krijg je nou al die zaken binnen? Het is doodsimpel, ik ga het straks nog verder uitleggen. Bewegen en nog eens bewegen. En nog eens bewegen. Waarom dat bewegen? Vraag het aan elke tandarts. En ik daag iedereen uit, ga je tandarts bevragen naar dit verhaal. Tanden en kiezen hechten alleen maar als je koud. Te weinig kouwen. Maar laten je wortels los en die tanden en kiezen vallen uit. Elke tandarts weet dat. Elke tandarts heeft dat geleerd. Zal dat je misschien niet zo snel vertellen, maar ze weten het wel. Tanden en kiezen hechten als je koud. Dat geldt niet alleen voor tanden en kiezen. Dat geldt voor alle botten. Want tanden en kiezen zijn eigenlijk botten. Alleen wat meer glazuur eromheen en wat andere grapjassen erbij. Maar in de evolutieleer, in onze ontwikkeling, is bot alleen maar ontstaan omdat spieren eraan trekken. Ik ga dat verder uitleggen. Dus bot groeit alleen maar door spieren te gaan gebruiken. Ik ga het uitleggen aan de embryologie. Dieren... 95% van alle dieren zijn ongewerveld, oftewel die hebben geen botten. Slechts 5% zijn zoogdieren, die zijn gewerveld. Daar horen wij bij. En wij horen dan nog bij de chordata, want die hebben een ruggenmerg. En we zijn nog specialer, want wij hebben craniata, oftewel een schedel op ons systeem. Wij zijn enorme uitzonderingen. Wat te maken heeft, zeker hoor, met kalk. En met vezels en. Dat mogen we er allemaal aan vastkoppelen. Maar wat gebeurt er? Een embryo van 6 weken staat hier een mooi plaatje van. Nou, je mag de botten zoeken. Er liggen wat ribbetjes. De schedel. Hij is er nog niet. Het bekken. Nou, ik zie hem niet. Een bovenbeen. Nou, het is niet veel.
Een onderbeen. De voet. Nee, die is er nog niet. Een baby van 11 weken ook niet. Een baby van 14 weken ook niet. Een pasgeborene. Sorry, hij is nog lang niet klaar. Die botten zijn nog los. Het is ook de reden waarom een baby die geboren wordt niet kan lopen. Dat is wat anders bij een olifantenjong of een veulen of whatever. Die kunnen het wel, wij mensen niet. Dat heeft te maken met dat ons bekken te klein is. We worden eigenlijk allemaal te vroeg geboren. Maar het is nog niet klaar. Hoe gaan die botten nu groeien? Door te bewegen. That's it. Daarom moet een kind eerst omrollen, dan kruipen en dan pas gaan lopen. Dus bot groeit door spieren te gebruiken, net als een tand goed vasthecht in je kaak door te kauwen. Zo simpel is het. Bot groeit door het te gebruiken. Gaan we over een andere aandoening praten. Artrose. Artrose heet in de volksmond slijtage. Ik vind het een rotterm. Het staat ook in alle boeken. Het staat in alle sites. Het heet slijtage. Alsof wij een machine zijn en de machine die je te veel gebruikt slijt. Ja, voor een machine geldt dat. Maar wij zijn geen machine. Slijtage is flauwekul. En ik zeg dat glashard, want waarom hebben wij gewrichten om te bewegen? Nou, niemand kan mij wijsmaken dat de natuur iets verzonnen heeft wat je gaat gebruiken om te bewegen en wat daarna door de beweging gaat slijten. Dat gaat niet. En ik ga ook iedereen uitdagen, het gewricht met de meeste druk per vierkante centimeter oppervlak in ons lichaam. Het is een heel klein gewrichtje. Die heet enkel. Enkelslijtage? Hij bestaat eigenlijk niet. Er bestaat knieslijtage en heupslijtage. Maar dat heeft hele andere oorzaken dan dat het gesleten is door druk of door whatever. Ik ga het even uitleggen. Kraakbeen. Kraakbeen is een bijzonder spulletje. Kraakbeen is een glijoppervlak van je gewricht. We hebben een bot aan de ene kant en een bot aan de andere kant. En daar zit kraakbeen overheen. Wat is kraakbeen? Gewoon een glijkussen. Maar kraakbeen is bijzonder bot. Nou, een bot heet, ik ga het even in het Latijn zeggen hoor, een bot heet een osteoblast. Osteo is bot, blast is cel, osteocyte, dan heb ik de daadwerkelijke cel. Dus ik heb een botcel, ga ik dat specialiseren, krijg ik een chondrocyte. Dat is een kraakbeencel. En waarom is die gespecialiseerd? Omdat dat stukje van het bot de glijfunctie toelaat. Het heeft één nadeel. Het is gegroeid uit het bot, maar het bezit, omdat het zo compact is, geen bloedvaten. Dus het heet dan in het hele moderne, of het hele mooie Latijn, avasculair. Er zitten geen bloedvaten in dat kraakbeen. Nul. De kraakbeen moet zijn voeding halen uit synovia. Dat is ook een mooie Latijnse term. Maar dat betekent stomweg gewrichtssmeer. De olie in je gewricht. Dat is synovia. Synovia levert de voeding. Hoe krijg je synovia? Dat is dan de volgende vraag. Nou, dat is niet zo moeilijk. Synovia maak je uit je bloed. Bloedplasma, wat je gaat filtreren in je kapsel, oftewel het omhulsel van het gewricht. En het bevat toevallig veel hyaluronzuur. Nou, dat is mooi, want dan kan je daar wat mee. Kraakbeen is een netwerk van collageenvezels. Ik ga het niet al te ingewikkeld maken hoor. Met allerlei specifieke systemen
wat het een glijoppervlakte maakt. Nou, daarvan heb je chondrocyten. Chondro is kraakbeen. Chondrocyten zijn kraakbeencellen. Chondroblasten zijn cellen die kraakbeen maken. En chondroblasten zijn cellen die kraakbeen afbreken. Nou, ik heb het even 10 minuten geleden gehad over bot. Bot maak je aan, altijd. Bot breek je af, altijd. Bot leeft ongeveer 7 jaar. Kraakbeen leeft ongeveer 3,5 jaar. Niet veel langer. Dat betekent dat je dag in dag uit kraakbeen aanmaakt en kraakbeen afbreekt. Dus de chondroblasten, dat is aanmaak, en de chondroklasten is afbraak. Wat betekent nu ons verhaal over slijtage, wat wij in de volksmond dan zeggen? De afbraak gaat door en de aanmaak is gestopt. That's it. Oftewel, je breekt meer af dan dat je aanmaakt. Lekker simpel gezegd, maar daar komt het ook op neer. Waarom komt dan dat de aanmaak zo weinig is? Nou, dan moeten we naar een groter verhaal gaan kijken. Ik ga even het hebben over heupartrose. En dan zet ik hier even neer een bekken van een vrouw of een bekken van een man. Die moet hiernaast gaan verschijnen. Ja, daar hebben we hem. Daar zit nogal veel in. Hè? Daar zit in een heiligbeen, een rectum, een baarmoeder, een blaas. Bij de man hebben we dan geen baarmoeder, maar wel een grote blaas en een prostaat en andere zaken. Dit zijn een hele hoop dingen. Dan ga ik het volgende plaatje erbij zetten. En het volgende plaatje betekent dat we eens even gaan kijken naar de doorbloeding van die heup. Die doorbloeding van die heup zijn een heleboel bloedvaten die heel specifiek naar dat heupgewrichtje gaan. Deze bloedvaten moeten vrij zijn in de aanvoer van stoffen voor dat kraakbeen. Als er nu allerlei organen of andere systemen bovenop gaan liggen die dat belemmeren, dan heb je een probleem dat de aanmaak niet aankomt en de afbraak altijd doorgaat. Dat is slijtage. Het slijt dus niet door te veel gebruik. Het vermindert, eerlijk gezegd, door te weinig gebruik. Geen enkel gewricht gaat verminderen door te veel gebruik. Dat bestaat niet. Dat is een natuurwet. Dat geldt voor een boom, dat geldt voor een mier, dat geldt voor een mens. Maar als er allerlei organen zitten te drukken op bloedvaten, en ik heb hier even de baarmoeder ingetekend, maar kan er nog meer organen bij plakken, dan kan je ook snappen waarom vrouwen meer heupartrose hebben dan mannen. Want bij vrouwen liggen die bekkenorganen in het bekken. Bij mannen, ik heb de Venus erbij gehaald, of de, hoe heet die grapjas uit Florence, die heb ik er even bij gehaald, maar het hangt eronder. Dus dat belemmert niet zoveel. Dus mannen hebben daarom minder heupartrose. Nou, dat ik het niet uit de lucht grijp, hebben we onlangs aangetoond in de Universiteit van Maastricht in 2019. Dat is een nieuwe vondst. En wat is de nieuwe vondst? We hadden een probleem met knieartrose. Ik zeg even populair knieslijtage, maar knieartrose. Dat neemt hand over hand toe. En niet zozeer hand over hand toe van, goh, wat wordt het veel? Nee, wat wordt het vroeg in de leeftijd? Dat betekent dat mensen met 50 of 60 al knieartrose hebben. Nou, bij heupartrose, dat weten we allemaal, hebben wij een mooie oplossing verzonnen. Dat is een nieuwe heup erin. Nou, die nieuwe heup die gaat een tijdje mee. Laten we zeggen een jaar of 7, misschien wel 10, misschien wel 15 als je mazzel hebt. En dan is die op, want dat is een kunstheup. Is bij een heup niet zo erg, want na een paar jaar, als die op is, gooi er een nieuwe in. Bij een knie kan dat niet. Dus als je iemand hebt van 60
en je zet er een nieuwe knie in, en de knie is, de kunstknie is op, heb je pech gehad. Je kan er geen nieuwe in zetten. Dat is nou typisch voor een knie. Arthrose. Dus wat heeft het ziekenhuis, nou, wat hebben de wetenschappen verzonnen? Hé, we moeten dat voor zijn. Nou, je ziet de stallage, die heb ik hier in röntgenbeeld ernaast gezet. Wat gaan ze doen? Een aantal pinnen in je bovenbeen, een aantal pinnen in je onderbeen. Hier tussen zit de knie. Die pinnen gaan erin, dan wordt dat, die hele stallage wordt daar aangedraaid met allerlei moertjes en schroefjes, et cetera. En het gewricht wordt uit elkaar getrokken. Met dat uit elkaar getrokken gewricht krijg je de opdracht, ga bewegen. Die mensen gaan lopen en binnen 6 weken maak je nieuw kraakbeen. En dit is precies wat de Universiteit van Utrecht nu aangetoond heeft in het understatement wat ik net al gezegd heb. Kraakbeen maak je altijd opnieuw, maar het groeit pas als je het gebruikt. Dus de voorwaarde is ruimte, daarom trekken ze het uit elkaar. De voorwaarde is vrijheid in beweging, in dit geval van een knie. De voorwaarde is doorbloeding. En de voorwaarde is goede voeding. En daar heeft je darmflora mee te maken. Kraakbeen bestaat niet zo gek veel uit cellen. Het is vooral vezels. Nou, collageen heet dat dan, proteoglycanen. En daar heb je enorm veel stoffen voor nodig. Nou, dan kan je naar de winkel hollen en zeggen, nou, ik ga wel deze stoffen hebben, want dan maak ik meer kraakbeen. Dat kan je vergeten, want die stoffen, die moeten natuurlijk wel komen waar ze heen moeten. Dat betekent dat je wat verder moet kijken dan alleen die stofjes. Iedereen maakt elke dag nieuw kraakbeen. Nou, de meeste van jullie zullen wel ergens gehoord hebben dat er een fantastisch stofje bestaat, kan je kopen bij de drogist. Dat heet chondroitine sulfaat. Klinkt mooi, is heel duur, mooi stofje. En dat zou helpen om kraakbeen op te bouwen. Dat is waar. Chondroitine sulfaat heb je nodig om kraakbeen te maken. Maar dan ga ik even gemeen doen. Kraakbeen leeft 3,5 jaar. Ik ga even een gemiddelde mens nemen. Je bent 40 jaar oud. Dat betekent dat je al heel veel keer nieuw kraakbeen hebt gemaakt. Hoe kwam je in al die keren aan chondroitine sulfaat? Want je hebt het niet geslikt. Simpel antwoord. Je darmflora maakt chondroitine sulfaat. Dat doen je bacteriën. Die maken dat. Dus je darmflora is waanzinnig belangrijk voor de functie van je eigen gewrichten. Vitamine, mineralen, glucosamine, chondroitine. Nou, ik kan allemaal ingewikkelde scheikundige namen erbij plakken. Je darmflora die zorgt voor je eigen zaken waarmee je gewrichten bouwt. Het is natuurlijk ook hartstikke logisch dat je je eigen fabriek hebt in je eigen lijf. Maar omdat kraakbeen avasculair is, dus afhankelijk is van de synovia, heb je wel de stoffen nodig, maar zorg dat je de stoffen in je eigen darmflora maakt. Dus koop niet zomaar wat bij een of andere winkel, dat gaat niet goed. Laat je per definitie nakijken bij of een osteopaat die de belemmeringen vaststelt, waarom komt het niet in je gewricht, of laat de mesologisch kijken, waarom komt de stof niet uit je darmen tevoorschijn. Volgende aspect. Artritis. Artritis betekent artro, gewricht. En itis is ontsteking. Dus een artritis is een ontsteking. Ik ga even wat tempo erin gooien. Artritis is een ontsteking en dat is een beetje een verzamelnaam. Nou, dat vatten we samen onder reuma. Een verzamelnaam van 100 verschillende aandoeningen van het bewegingsapparaat die niet te maken hebben met een ongeval. Er is een auto tegen je been aangereden. Of een trauma, je bent van 3 hoog gevallen.
die vind ik wel helder, dat zijn andere dingen. Dit gaat over een verzamelnaam. Dat noemen we allemaal reuma. Nou, ik heb er een paar termen bij gezet bij die reuma. Auto-immuunziekte, artrose, jicht, osteoporose, wekendelen, reuma. Je kan heel veel dingen eraan koppelen. Feit is wel dat 2 miljoen mensen dit hebben. Dat is 1 op 9. Per dag komen er 700 bij. Maar de naam reuma is een beetje een naam van, kan er niet zo gek veel mee. Wat wil die naam reuma zeggen? Ja, er is een ontsteking. Nou, dat kan zijn reumatoïde artritis. Dat kan zijn, ik ga het heel moeilijk maken hoor, axiale spondyloartritis. Oftewel de ziekte van Bechterew. Of een artritis psoriatica of een SLE. We kunnen er heel veel mooie namen aan vastkoppelen. Maar ik zei al in het begin, die namen zeggen niet zo gek veel. We spreken van chronisch als het langer dan 3 maanden duurt. Ja, dan is het oké, dan is het langer. Dan noemen we het chronisch. Maar ik haal een Duitse uitspraak erbij. Was man niet erklären kan, ziet man gern als reuma aan. Dit is een uitspraak die al van 40 jaar geleden is, hoor. Maar ik vond hem erg mooi, ik heb hem er even bij gehaald. Het is een beetje een verzamelbak. Reuma zegt niet zo gek veel. Er zijn mensen met reuma zonder reuma-factor in het bloed. Er zijn mensen met reuma-factor in het bloed zonder reuma. Dus het zegt allemaal niet zo gek veel. We moeten gaan kijken waarom ontsteekt het spul. Bij de ontsteking kunnen we wel zeggen, je immuunsysteem is erbij betrokken. Ja, dat kunnen we zeggen. Dus moeten we gaan kijken naar je immuunsysteem. Niet naar het gewricht. Chronisch is langer dan 3 maanden. Dan moeten we dus gaan kijken, waarom doet het lijf er zo lang over? Uit de Ayurveda en uit de Chinese geneeskunde leren we eigenlijk al dat vrijwel altijd alles, zeker als het chronisch is, sluimerend begint. Onmerkbaar. Dat noemen we tegenwoordig in heel moderne termen a silent inflammation. Oftewel een sluimerende ontsteking. Een niet zichtbare, een niet aantoonbare ontsteking. Nou, waar begint nou net die ontsteking? Bijna altijd in je maag-duimkanaal. Ik zeg niet altijd, maar bijna altijd en dan praat ik over 95%. En die ontsteking heeft dus bijna altijd te maken met je voeding. Ben je ergens allergisch voor, ben je ergens intolerant voor, dan krijg je stoffen in je lijf die de ontsteking maken. Die ontsteking die fietst door je lichaam heen en gaat dan ergens zitten, in dit geval je gewrichten. Nou, wat zijn de bekende, en kijk dan even naar het webinar over allergie en intoleranties. De bekende zijn gluten, koemelk, suiker, nachtschade. Dit gaat dan alleen maar over gewrichten. Dit zijn de bekende jongens die dit veroorzaken. Je krijgt dus eigenlijk een leaky gut. En een leaky gut, ik kan het heel ingewikkeld maken, dat ga ik vandaag dus even niet doen. Een leaky gut is eigenlijk het tekeningetje wat hieronder staat. Het is een darm die lek is. Oftewel, stoffen komen dwars door de darm heen in je bloed terecht. Daar is je bloed niet bij mee. En wat gaat je bloed dus doen? Een ontsteking maken. Want ik wil die stoffen niet. Die zijn lichaamsvreemd. Ik maak een ontsteking. De ontsteking gaat ergens heen. Hier kom ik nog even op terug, want ik ga nu een verhaal vertellen over iets anders. Eerst even over de emmer en de kraan. Wij neigen ernaar om altijd te kijken naar de druppel die de befaamde emmer doet overlopen. Dat is feitelijk niet zo interessant. We moeten gaan kijken naar de kraan die de druppels maakt. Dat heeft te maken met je voeding. We moeten vooral kijken naar de emmer die de druppel niet verwerken kan. Want dat is heel wat anders dan de druppel die de emmer doet overlopen. Hij doet hem alleen maar overlopen omdat de emmer vol is. Dus we moeten gaan kijken hoe krijgen we die emmer eigenlijk leeg. Nou, dat is de kunst waar we naartoe moeten. Hoe krijgen we die emmer leeg? Niet de druppel doet de emmer overlopen, maar de volle emmer kan de druppel niet verwerken.
Nou, zo wil ik graag kijken naar artritis. Wat is er dan gebeurd in het immuunsysteem? Waarom blijven die ontstekingen hangen in gewrichten? En we mogen wel zeggen dat het chronisch langer dan 3 maanden duurt, maar dat is alleen maar een afspraak. Nou, meestal is het dus het maag-duimkanaal. Het immuunsysteem daar faalt en je krijgt ontstekingsstoffen die fietsen door je bloed heen. Nou, bloed zit overal. En het gaat zitten in je synovia. Waarom in je synovia? Heel rijk door bloed, met mini bloedvaatjes. Het moet namelijk altijd smeren. Eeuwig en altijd, anders kan je niet bewegen. En, nou komt factor 2 erbij, de temperatuur is daar lager. En denk aan je vingers en denk aan je tenen. Die zijn ver weg van je centrale temperatuur. Het zijn extremiteiten, zoals het netjes in het Latijn hoort. Nou, dat extreme wat buiten dat systeem zit, wil zeggen dat daar de temperatuur lager is, dus je krijgt snel kristallen. Nou, een befaamd voorbeeld heet jicht. Ook een gewrichtsaandoening. Wat wil jicht zeggen? Ik heb te veel urinezuur, dat ligt aan mijn maag-duimkanaal, tezamen met mijn lever. Mijn stofwisseling loopt niet goed. Die urinezuur die gaat mijn bloed in en dat gaat neerslaan in de gewrichten, omdat daar de temperatuur lager is. Dan kan ik natuurlijk naar het gewricht zelf kijken. Dat mag, dat kan, maar helpt niet. Ik moet gaan kijken naar de oorzakelijkheid. Waar komt dat urinezuur vandaan? Dat komt uit mijn darm. Dus mijn darm functioneert niet goed. Ik moet niet naar die teen kijken. Ik moet stomweg naar mijn darm kijken. Hoe heftig jicht ook is. Nou, eigenlijk zegt reguleren wel een beetje hetzelfde. Hè? Het heeft te maken met hoge bloeddruk. Het heeft te maken met hart- en vaatziekten. Het heeft te maken dus eigenlijk, simpel gezegd, met je doorbloeding. Waar komt het vandaan? Maag-duimkanaal. Factoren die daarbij spelen zijn alcohol en rood vlees. Ja, dat mag een uitlokkende factor zijn. Dat heeft te maken met purine, dat is een bepaald eiwit wat erin zit, wat beroerd omgezet wordt en snel urinezuur maakt. Maar dat is een laboratoriumdetail. Het gaat mij om de algemeenheid dat je te veel urinezuur maakt en dat doe je toch uiteindelijk in je darm. Dus als je te weinig synovia hebt in je gewrichten, omdat je te weinig beweegt, krijg je een slechtere doorbloeding, krijg je snel een neerslag van kristallen uit eiwitten. Denk aan vlees, dat zeggen ze bij jicht ook, maar denk ook aan melk, dat is allemaal eiwit. Denk aan kaas, wij zijn Nederlanders. Denk aan al die zaken die daarmee te maken hebben. En dat wordt omgezet tot ammoniak. En iedereen snapt wel een beetje dat ammoniak een agressief goedje is. Nou, dat agressieve goedje gaat neerslaan. Om dat te bestrijden, en dit zijn een paar medicamenten die ik hier neergezet heb. Ik zal op onze website de PDF zetten van deze presentatie. Ik ga het nog eens nalezen. Het stikt van de ontstekingsremmers. Cortisone, prednison, prednisolon, met allemaal gezellige namen erbij. Pijnbestrijders. Niet non-steroid anti-inflammatory drugs, dat zijn de NSAID's. Nou, ik heb een heel rijtje namen eronder gezet. Sommige kennen we wel. Diclofenac kan je overal kopen. Voltaren maken ze belachelijk veel reclame voor. Dat zijn allemaal ontstekingsremmers. Waarom is het populair? Omdat we die ontstekingen hebben. Nou, daar komen een paar van die namen. Meestal voor deze pillen heb je een maagbeschermer nodig, omdat deze pillen je maag gewoon stomweg aanvreten. Dan heb je sterkere middelen, de Cozips, de Oxycam, de verdovingsmiddelen, de immuniteitsblokkers. Nou, ik ga van kwaad tot erger hoor. Dit zijn de heftige medicijnen. En het probleem van al deze medicatie is het blokkeert je eigen opruimers. Dus je hebt een ontsteking, die wil je opruimen en je gaat medicijnen slikken die dat opruimen gaan blokkeren. Sorry, ik vind het niet handig. Wat is de bijwerking van bijna al deze medicijnen? Bloedingen in je maag-duimkanaal.
tot en met sfeervorming aan toe. Het risico op een hartinfarct, omdat je bloedvaten aangetast worden, is groot. Kanker aan je slokduim klinkt dan heel heftig, maar het gebeurt wel zeker met al deze medicatie. Je maag gaat aan gort, daarom moet je maagbeschermers slikken. Je rectum, oftewel je einddarm. Je krijgt als bijwerking, en dit is een beetje gemeen grapje, botbreuken en osteoporose. Oftewel, je slikt iets voor je botten en je botten worden aangetast. Het is letterlijk en figuurlijk drugs. Nou, ik ga even een pleidooi maken voor deze meneer. Dit is Han Siem. Dat is de apotheker van de Huizer Apotheek. Heet ook wel de Vitamine Apotheek. Zit ook bij ons in het IMC. En Han zoekt heel veel uit over wat zijn natuurlijke vormen. De groenlipmossel, kurkuma, oftewel geelwortel, methylsulfonometaan. Nou, ik ga niet met alle scheikundige namen smijten. Maar er zijn nogal wat goede stoffen die je daarvoor kan gebruiken. Ik ga het rijtje een beetje aanvullen hoor, gember en olijfolie, paardenbloem. Maar ik zeg er wel weer bij, ga niet lukraak zomaar wat slikken. Laat deskundigen vaststellen wat is handig, wat heb jij nodig. Dus ga niet lukraak een artikel lezen, ga niet lukraak uit de drogist wat halen. Laat eerst vaststellen, wat heb jij nodig? Want, ik ga er even één uithalen, zoethout staat daar. Dat is goed voor je gewrichten, maar verhoogt je bloeddruk. Bij sommigen, niet bij allemaal. Dus je moet bij al die dingen ook weer gaan afwegen, past het wel bij mij? Nou, even bijna sidekickje over gewrichten, maar spieren hebben daar ook mee te maken. En pezen. Nou, daar hebben we een geweldige naam voor verzonnen. Dat heet fibromyalgie. Wat zegt deze naam? Fibro is bindweefsel. Mya is spier. En algie is pijn. Oftewel, wat zegt deze naam? Ik heb pijn in mijn spieren. Dat is het enige wat het zegt. Het is een Latijnse vertaling van spierpijn. Dus het stomme is een beetje, en ik wil niet artsen afvallen hoor, maar het stomme is wel een beetje dat wij zeggen, ik kom bij de dokter, dokter, ik heb spierpijn. Ja, ik ga het even nakijken, ja. Ja, oké, u heeft fibromyalgie. Wat betekent dat, dokter? U heeft een aandoening. Ik weet niet wat het is, maar de aandoening zegt eigenlijk dat ik spierpijn heb. Dat wist ik al. Wat kan ik eraan doen? Nee, weet ik niet. Waar komt het vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, dat is fibromyalgie. Ik vind een hele flauwe diagnose die gesteld wordt tegenwoordig. Hij zegt mij helemaal niks. Oorzaak is onbekend. Er zijn regulier in het laboratorium en op foto's geen afwijkingen te vinden. Er zijn ook geen medicijnen voor. Laten we eens kijken naar fibromyalgie. Ik heb even een paard neergezet. Paard heeft een huid. Haal ik de huid eraf, zie ik spieren. Achter de spieren zitten vliezen. Achter de vliezen zitten zenuwen. Achter de zenuwen zitten organen. En ga vooral kijken naar het geheel. Een paard bestaat niet uit spieren. Dus iets met je spieren heeft misschien wel iets met je spieren te maken, maar ga wel kijken naar het grote geheel. Dus ga kijken naar ketens. Nou, dit is een mooi plaatje van ketens. En ik ga deze mevrouw even als voorbeeld nemen. Deze mevrouw staat naast een meneer met een mooi pakje aan. Ze grijpt deze meneer bij zijn lurven. Die zitten daar. Dus daar zitten zijn lurven. Ze grijpt deze meneer en ze houdt dit vast. Wat gebeurt er nu? Deze meneer kan als gevolg van het vastgrijpen zijn arm niet meer optillen. En niet alleen die armen, nee, die andere arm kan hij ook niet optillen. Wat wil die meneer? Toch die arm optillen. Maar die mevrouw die blijft zitten. Wat is nu het gevolg? Het optillen van de arm is een overbelasting. Hoe wil ik klachten krijgen? Nou, zo. Dan moet je niet kijken naar die arm. Die kan er niks aan doen. Die probeert maar wat. Je moet kijken naar in dit geval de lurven. Dat is een grapje. Maar je moet kijken naar waar zit het oorzakelijk verband.
Sommige dingen zijn snel een overbelasting, omdat er iets in je lichaam, midden in je lichaam, vastzit. Wij bestaan niet uit onderdelen. Hè? Dit is een mooi tekeningetje, maar we hebben niet een buik en een borstholte en daar hangt een arm aan en daar hangen ook nog een paar benen aan. Nee, goddank zijn wij één geheel. En in dat ene geheel kunnen we kijken naar grote kettingen. Kunnen we kijken naar samenhang. Dat is de bedoeling. Maar kijk naar samenhang van alle spieren. Maar kijk vooral naar samenhang met alles wat van binnenin zit. De binnenkant is natuurlijk de belangrijkste fabriek van je lijf. En de buitenkant is daarvan afhankelijk. Nou, hier heb ik een paar ideeën over kettingen die met elkaar te maken hebben. Nou, dit zijn Anatomy Trains, prachtig mooi boek, waarin al die kettingen verteld worden. Zelfs dat zegt me nog niet genoeg. Het gaat mij om de inhoud. Waarom? Alles, en dit zegt dit plaatje, alles is eeuwig en altijd met elkaar verbonden. En alles hangt met elkaar samen via vliezen. Dat is een enorm spinnenweb in je eigen lijf. Nou, in dat spinnenweb moet je ver gaan kijken. Nou, dit is een heel ingewikkeld plaatje over embryologie. Hoe ontstaat dat spinnenweb? Dus ik sla hem al lekker over. Maar hier zie je ontstaat een hand, een arm. Samen met de ontwikkeling van organen, rug, ruggenmerg, hersenen. Denk erom dat alles tegelijkertijd ontstaat. Al die spieren groeien uit je lichaam. Zitten niet aan je lichaam vast, ze groeien uit je lichaam. Nou, dat betekent eigenlijk dat wij moeten gaan kijken naar een mens met extremiteiten, oftewel bovenarmen, onderarmen, bovenbenen, onderbenen. Maar we moeten wel kijken dat dat systeem gegroeid is uit je lijf. Een arm heeft te maken met een stuk van je borstholte tot en met je buik aan toe. Je been heeft te maken met je buik tot en met de borstholte aan toe. Het gaat veel verder dan alleen maar dat been. Dat is niet aangeschroefd, dat is gegroeid uit je lijf. En een probleem midden in je lijf heeft zijn weerslag op gewrichten aan de buitenkant. Laten we hier eens naar kijken op deze manier. We gaan even kijken naar een schouder en een arm. En ik heb een rijtje neergezet hoor. Hier hebben we allemaal geweldige termen over. Maar ik had al een beetje gezegd. De naam van een ziekte zegt me niet zoveel. Carpaal tunnelsyndroom, dorsaal tunnelsyndroom, de Quervain syndroom, intersectie, triggerfinger, thoracic outlet, epicondylitis, tennisarm, golfersarm. We hebben er heel veel mooie organen, namen aan gegeven. Laten we zelf simpel kijken. Deze dame ontwikkelt met de muis een muisarm. Rapid strain injury, RSI. Zo is die een beetje bekend. Laten we eens kijken. Deze dame heeft een lever die in de problemen is. De lever trekt. Dat betekent dat de lever niet alleen trekt aan het middenrif waar die aan vast zit. Hij trekt de hele schouder naar beneden toe. De schouder gaat automatisch functioneren naar binnen toe. Want zo is die embryologisch gemaakt. Die schouder gaat naar binnen toe, maar mijn muisbeweging is naar buiten toe. Dat is hetzelfde plaatje wat ik net liet zien bij die dame die meneer in zijn lul vergrijpt. Je pakt iets beet, waardoor ik iets anders niet kan optillen. Dat gebeurt hier precies hetzelfde. De lever is de oorzaak dat je die arm eigenlijk niet zo goed op kan tillen. Maar wij werken graag met muisje en wij moeten die arm optillen. Maar nu wordt het optillen van die arm een overbelasting. En dus krijg ik nu een rapid strain injury. Nu krijg ik dus een herhaalde beweging die het eigenlijk niet kan. Dan krijg ik een overbelasting. Nu krijg ik mijn klachten. Moet ik dan gaan kijken naar die muis? Nee. Moet ik gaan kijken naar die pols? Nee. Ik moet gaan kijken naar wat er zit er van binnenin. Nou, datzelfde verhaaltje kan ik ophouden voor een been. Dat noemen we met de moderne term een shin splint.
dan heb ik een probleem ergens in de spieren van mijn onderbeen, omdat ik lekker aan het joggen ben. En dan moet ik eens even verder gaan kijken dan het onderbeen groot is. Ik kan het gaan behandelen, ik kan het gaan masseren. Ik kan het fantastisch gaan intapen, dat doen de fysiotherapeuten. Dat zal ook zeker helpen. Maar ik moet eigenlijk breder gaan kijken, waar zit nu het oorzakelijk verband? Dat spiertje in dat onderbeen hier is een keten, wat te maken heeft met de binnenkant. Dus ik moet breder gaan kijken dan alleen maar dat systeem. Ik moet gaan kijken naar de anatomy trains. Ik moet gaan kijken naar de ketens die daarmee te maken heeft. In dit geval is het vooral bekken die daarmee te maken hebben. Dus ik moet een beetje breder gaan kijken. Nou, mijn samenvatting van dit webinar is: gewrichten, ja, ze zijn er. Maar ga een beetje anders kijken. Ga kijken naar gewrichten als eenheid. Het komt uit je wervelkolom. Het heet de extremiteiten. Ze zitten buiten je eigen lijf. Maar ze hebben te maken met organen, ze hebben te maken met vliezen, ze zitten aan je lijf verbonden. En die ontwikkeling is een patroon wat we in de hele natuur overal terugvinden. Kijk dan naar bot, meer dan alleen maar een kalkfabriek, zitten ook vezels in. En als ik de kalk eruit haal, wordt het bot eigenlijk hartstikke buigzaam, kan niet meer breken. Dus botontkalking, die bestaat niet zo goed. Maar dat ik mijn botten ga breken als de vezels kapot zijn, een ander verhaal. Denk zeker aan water, denk aan vetten die het bot allemaal nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Kraakbeen, net als botten. Je maakt het dag en nacht. Je maakt altijd nieuw kraakbeen. De enige reden om kraakbeen goed te maken is dat je maag-darmstelsel goed functioneert en dat je voldoende beweegt. Denk aan de tandarts. Tanden worden pas stevig als je koud. Je kapsel is een keten in je lijf, is niet een apart onderdeeltje. En als we daar een ontsteking hebben, moeten we ook weer gaan kijken, waar komt die ontsteking vandaan? Zit die niet in je maag-darmkanaal? Synovia is gewrichtssmeer. Dat kan ontsteken, maar de ontsteking zit natuurlijk niet in het gewricht zelf. Er is geen enkel gewrichtssmeer dat zegt, nou, wat is het vandaag maandag? Oh, ik ga vandaag ontsteken. Daar moet een reden voor zijn. Daar moeten dus ontstekingsstoffen naartoe gaan. Nou, die komen zelden uit het gewricht zelf. Ik zeg niet nooit, hè, maar zelden. Meestal moeten we kijken naar het grote geheel. Nou, dat zeg ik ook over spieren, dat zeg ik over vliezen. Dus kijk naar het grote geheel, kijk naar voeding, kijk naar een darm, kijk naar vrije bewegelijkheid. Daar heb je dan de osteopathie zo hard van nodig. Kijk naar de vrije bewegelijkheid, kijk naar het geheel. Kijk niet alleen maar naar de kraan die je dicht moet draaien, dat is heel verstandig. Kijk naar de emmer die leeg moet. En bemoei je natuurlijk wel een beetje met die druppel. Ja, dat mag wel. Maar de druppel is niet het enige. Dus ga naar meer kijken dan alleen maar die ene druppel. Dus kijk naar het grotere plaatje. Kijk naar de mens als één geheel. En kijk naar de samenhang van gewrichten binnenin een lijf. Dus kijk naar de functie van een gewricht. Kijk naar de feiten. Kijk naar de verschillen van per individu. Kijk naar de eigen aardigheden. Ik hou ervan om het woord uit elkaar te trekken. En kijk naar elk mens als een persoonlijkheid. Dus bij elk mens is het even anders. Nou, heb ik het binnen de tijd gered? Ja, vrijwel. Altijd weer binnen een uur klaar. Dank voor jullie aandacht. Dank aan Jeroen, maar die zal waarschijnlijk nog wel een vraagje hebben ergens. Ik hoop dat het geholpen heeft. En ik ga alvast wijzen op de volgende webinar. Ik hou even zomerpauze. En ik hoop dat iedereen het gaat doen. Dus ik kom in september weer terug met de principes van de Ayurveda. Waar we nieuwsgierig naar mogen zijn. Wat
zegt die Ayurveda dan, wat kunnen wij er dan mee? Nou, zo ga ik door met deze webinar. Jeroen. Yes, dankjewel Rob. Ik heb geen vragen. Jo. Nee, vooralsnog. Zo duidelijk. Dat is heel duidelijk, denk ik. Ja, dat is ook mooi. Dat is ook heel goed, als er geen vragen zijn. In het begin een paar vragen, maar dat ging meer over beeld en geluid. Dus die hoeven niet meer beantwoord te worden. Ja. Nou, ik hou van heldere webinars. Ja, en je hebt de terugkijklink, hè, voor de mensen. Ja, zeker. De terugkijklink staat op onze website en daar is die altijd terug te vinden. En ik zal deze presentatie ook als slides neerzetten in een PDF-vorm. Dan is het altijd terug te kijken. Okay. Goed. Nou, dan wens ik iedereen een vrolijke zomeravond. Ga lekker buiten zitten. Het is mooi weer. En heb een mooie zomer allemaal. En